was ik achter op de scooter, maar je hebt een helm nodig. En die hadden we niet, dus we dachten, ah joh, die politieagent zegt gewoon Mogol. Hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar een splitsplinter nieuwe video. En ik heb mijn dagelijkse shit heb ik nu. Sowieso. Op woensdag en vrijdag komt en er vrijdag, een video. Ja. Zeker, en volg me allemaal even op Snapchat! Dat is wel goed. En wil jij nog wat zeggen? Nee. Nee? Sta je ook maar een beetje. Ik ga Selene laten schrikken door heel hard kut te schreeuwen, want okay. Ze blijft schrikken. Kat! Fucking mooi. Hoor je dat piepjes op? Sowieso, sowieso, sowieso. Sowieso. Had u even een leuk grapje van Sam? Oh, kut. Sam. Het meest verzijdige stukje vlees met barbecue saus. Kut. Hey, Martijn die wilt van die hijskraan afspringen. Ja, daar heb ik al vanaf gesprongen. Maar ja, maar ik heb hem niet online gezet. Maar nu gaan we het wel doen, jongens. Waar gaat we gaan springen van hij de gaat... hijs? Kut! Hijs, kut! Actie! Gaan! We gaan heel even kijken waar die op kan. Ik geloof dat je... Martijn, je kan beter hier naartoe komen. Want hier is beter, man. Oh, hij staat er. Hij staat er al op. Dat vind ik maar raar. Oké. Ik wil nog een vork kopen. Wilt iemand een vork kopen? Oké, we gaan een vork verloten. Ja. We gaan een vork verloten. De 10e liker krijgt een vork. Ja. Nee, de 100ste like krijgt een vork op de hijskut. Hey, hier kan ik er wel. Oh, sorry. Ja, mag ik. Wat zeg je? Vanaf en dan gaan we gelijk weg. Ja. Even voor de video. Voor YouTube, want hij heeft een YouTube kanaal met 2000 abonnees. Ja. Oei, yo, die zon ook gewoon. Hier naar daar springen. Ga. Kom op, je kan het. Volgens mij gaat hij wel pissen. 2, 1. Ja, goed. Ja. 3, 2, 1. Kom op, Martijn. Je kan het. Allemaal scheid hebben, abonneren. Liken, reageren, alles. Hij doet het voor fucking Pretty V. 3, 2, 1. Spring. Kom. Klim er gewoon vanaf, ja. Ik stop nu met filmen. Gaat Bas nog komen of wat? Kauwgom? Kut! Snap! Kut! Nou, daar zit ik dan. Op de fiets. Naar Berkel. Met Martijn natuurlijk. Martijn is natuurlijk ook erbij. Martijn van Martijn Gaming. We hebben er net heel erg geschild en nu is mijn stem een beetje schoon. Maar we gaan nu naar Berkel toe. En hij is kut! Hij is maar. We gaan dus naar Berkel toe. En we gaan daar een beetje chillen toch? Maar mijn stem is wel schoor, dus dat is wel lauw. Ja, dat is wel een beetje kut. Ja, dat is kut, man. Ja, allemaal strijders. Maar ik ga weer, jongens. Later. Dikke love. Doei. En mijn stem is een beetje kut. Zeg maar doei. Oh, we zijn in de Hoogvliet. Hartstikke leuk, natuurlijk. 90. Martijn in de building. Nummer 1. En hij gaat merg. 90. Merg. Pijpen! Ik zat zo te kijken, ik dacht dat is een nepkindje. Oh, die mevrouw heeft ook een pop in de hand. Ja. Hoe een baby is. Ja. Alleen poppen, scheiden kosten janken niet om alles. Dus, lekker oefenen. Lekker. Fucking mooi. Nou, we zijn weer in de Hoofdvliet, jongens. En straks gaan we ergens anders heen. Oké, maar we moeten nog 25 cent hebben. 25 cent. Oké. Okay. Doei. Zeg maar doei. Doei. Zeg maar doei. Je weet wel, als een tampon een soort van, als er een soort van bloed uitkomt, dan ziet het er zo uit. Kijk jongens, dit is spannend hoor. What the fuck mensen, ik weet echt niet wat ze aan het doen zijn, dit is echt super raar. Ze zijn een fucking tampon, zijn ze in een flesje aan het douwen en dan zie je dit. Ja, jij durft niet op de video hè, lekker voor je. Hier, ik ga achter je aan nog zelfs, kijk. Zo, lekker filmen. Ja toch, lekker. Lekker blijven filmen. Boeit me echt geen flikker. Zo, alsjeblieft. En dan heb je die tampon gezien en dan zie je opeens mijn kamer. What the fuck? Een tampon naar een kamer. Ik begrijp het niet. Ik zat even te kijken, want daar liep iemand langs en ik wou weten wie dat was. Maar mensen, het is al de volgende dag. Ik ben al naar school geweest zelfs. En gisteren heb ik niet gefilmd. Omdat ik soms een beetje in de avond vermoeid ben. En dat soort meuk allemaal. Vandaar. Dus we gaan weer lekker verder met de vlog natuurlijk. En we gaan lekker... Ik ga straks lekker chillen met Martijn. Doei. Oh. Doei. Nou. Dat is het.
Je zegt even dag tegen je vader natuurlijk als je weggaat. En nu ga ik mijn schoenen aandoen en snel de radio uitzetten. Voor de video. Hoppakee, mooi. Even kijken, schoenen aandoen. Ik doe deze aan. Ik weet niet of dat jullie wat boeit. En ja, dan ga ik naar Martijn. Superleuk. Altijd weer Martijn, hè. We zijn bij de Hoogvliet, mensen. Wat dan wat? Wat doen wij in de Hoogvliet dan? Ja, weet ik veel. We zijn nu bij de Hoogvliet en we gaan wat kopen, denk ik. Wat lekkers. En ja, dat is dan een beetje. Ik zou even logo van de Hoogvliet even doen, natuurlijk. Zo hoogje, hè? Hoogvliet, hup. Oh. Dat is dan een beetje. Hij is wel hoog, hè, die vliet. Oh, oh, oh. Grappig, hè? Grappig. In Den Haag was zo hoog, hè? Ja? Die Hoogvliet in Den Haag, weet je niet meer? Nee, die weet ik niet meer. Bij ja. Björn. Bij zo. Oh, oké. Okay. Nou, oké, okay, we gaan... ik zie jullie weer zo. Ook wordt gebeld. Nou, mensen, we zijn lekker aan het chillen. Samen met Daan. En je wilt niet weten hoe wij nu zitten, hè? Wil je het even filmen hoe wij zitten zo? Ja. Op de scooter. Relax, relax. Maar wij gaan even verder chillen. En ik ga straks wegrijden. Trouwens, ik heb op deze scooter heb ik een ongeluk gehad. Ik zweer je. Ja, ja wel, man. Ja. Wacht, waar is de schade? Daar, hier zo. Hier zo is schade. En hier zo aan de zijkant. Hier zo is schade. Komt allemaal door mij, hè? En hier zo. En hier zo, man. Oh. Dat is wel echt erg, jongens. Ja, man. Hoe heet jouw YouTube-kanaal? PritTV. Prit? PritTV. PritStift. Oké, okay, willen jullie wat doen? Konijnen. Zeg maar heel hard schreeuwen met z'n tweeën. PritTV. Heel hard. 3, 2, 1. PritTV! Oh yeah! Abonneer op dit kanaal en... Ja. En heet het ook, zo? Dit kanaal? Nee, nee, dit kanaal niet zijn kanaal. Maar ook... Hoe heet jouw kanaal dan? Mijn live vloggen. Gewoon het begin van Minecraft en dan live en dan vloggen. Nice. Oké, okay, nou, even abonneren mensen. Dat is hartstikke leuk. En wil jij nog wat zeggen? Ja, zijn kanaal heet Sildesmit. Sildesmit, ja, oké. Ik heb hem gelezen, ik ken hem. Jawel, ik heb hem helemaal niet. Oh, jij hebt ook een kanaal. En jij ook. Jullie moeten gewoon lekker doorgaan, ja? Ik heb iets van 17 abonnees. Nice, lekker bezig, sowieso. Nou, oké. Okay. Zeg maar, doei. Doei. Hij is aan het schoonmaken, ja, jongens. What the fuck? Man. Heb je ooit vandaan, heb je ooit gezien dat hij schoon moest maken? Ja, goed zo. Ja, mooi. Even alles schoon, hè, natuurlijk. Ook hier, daar. Ja, daar. Ja, goed zo. En daar. Je gelijk een krasje filmen, toch? Ja. Die heb ik gemaakt. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb niet op de scooter gereden. En ik ben er niet van afgevallen. En ik heb geen wondje. Straks. Niet. Straks. Ik ben echt lelijk. Al dat haartje moet weg. Dit ziet er zo stom uit. Zo, weg, kuthaar. Yes. Kijk hoe dat eruit. Dat is yes, dat haartje is eraf. Maar we gaan weer. Hey, later, doei. Ja, lekker, ik film. Lekker. Mensen, dit is niet gelogen. Ik was zeg maar met Anne en was ik achter op de scooter. Maar je hebt een helm nodig. En die hadden we niet. Dus we dachten, ah joh, weet je wat, we gaan zonder helm. En ja, toevallig stond daar de politie en ja, was ik bijna gearresteerd. En ja, dat is zwaar kloot. En nu moet ik dit hele stuk, heb ik gelopen vanaf Hazel naar hierheen. Ik heb vorige keer had ik ook naar Berkel gelopen of zo, maar dat is gebeurd. En ze wouden mijn ID-kaart hebben, maar die is dan weer gescheurd. En dan heb ik geen ID-kaart en dat mag niet en... Het was een chaos, want ik weet niet hoeveel je voor een ID, als je geen ID-kaart, dan word je zelf meegenomen, trouwens. Ik werd bijna meegenomen, maar ik zei tegen die agent van, niet yo hoor, ik was heel erg netjes. Ik zei van, hoe moet ik dan naar de politiebureau gaan? Dus dat vond ik een hele goede vraag, weet je wel. Want het waren twee fietsagenten. En toen zei hij van, ja, niet zo bij de hand doen, dit en dat. Ja, weet je, ik kan toch wel vragen... hoe je daar naartoe moet als je dan gewoon niks bij je hebt. Dus ja, dat was een beetje een bij de hand de vraag, blijkbaar. En ik zei, per ongeluk zei ik, alsjeblieft, toen ik dat gaf. En toen zei hij van, ja, heel erg bij de hand. Zei hij van, ja, je zegt alsjeblieft, Mogol. Die politieagent zegt gewoon Mogol. What the fuck? Ik dacht echt, what the fuck, wat is hier aan de hand? Een politieagent die mij Mogol noemt. Dat is echt ziek, dat is echt ziek. Maar ik ga nu naar huis en ik zie jullie zo weer. Doei. Vanaf hier ga ik het afsluiten. Plus, ik ga even de kast af fame doen en dat is geworden... X Jenny XX. Ik weet niet waarom die naam, maar ik ken haar van Snapchat. En ja, ze is gewoon echt...
lekker actief bezig op mijn kanaal. En dat vind ik hartstikke leuk. Dus jij staat op de Cast of Fame. De volgende video laat ik ook zien dat jij erop staat. Want anders is het een beetje zielig. Als ik nu zou zeggen, je staat erop en je staat er niet op. Dat zou gewoon naaiend zijn. Maar mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Laten we gewoon de duimpjes weer omhoog halen. En ik zie jullie weer, mijn uploadschema is nu zeg maar een soort van woensdag en vrijdag. En dan om 6 uur. Want 's avonds worden mijn views beter bekeken dan in de middag. Dus ik zie jullie weer, woensdag en vrijdag. Later.